Goedendag, kijk naar het weerschaunaal van weerplaatsen.nl. Hoge temperaturen hadden we vandaag. Dit waren de maxima zo rond half drie. 25, bijna 26 graden in de hoek van Holland. Op een uitgebreide schaal rond de 24 graden en tegen de 25 graden aan. Volop zonneschijn, slechts een paar stapelwolken zijn er ontstaan. Schitterend na zomerweer. Dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Het hoge drukgebied lag boven Scandinavië, is inmiddels boven het westen van Rusland aangekomen. En dat betekent dus dat de afstand tot ons land groter wordt. De grip van het hoge drukgebied op ons weer wordt kleiner. De aangevoerde lucht blijft voorlopig wel warm, want vanuit het oosten komt er warme lucht aan. Maar als de lucht vanuit het zuiden zou komen, dan spreken we ook gewoon over warme lucht, want in Frankrijk zijn de temperaturen ook hoog. We moeten onze blik wat meer richten op het lage drukgebied ten noordwesten van Spanje. Dat lage drukgebied verandert gelukkig niet echt van plek, maar de wolken en ook enkele buien die boven Frankrijk zitten vandaag, die komen wel langzaam onze kant op. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen dus geleidelijk toe. Dat zien we ook te, als ik het in beweging zet. De bewolking blijft lang ten zuiden van ons, maar morgen in de loop van de dag zien we de band met witte kleuren en een paar spatjes langzaam over het zuiden trekken. De meeste buien blijven boven Frankrijk en België, noordelijk helft van het land blijft het houdt het volgens dit model droog. Ook vrijdag, de meeste buien nog steeds ten zuiden van ons, maar ze liggen toch alweer een fractie noordelijker en dat geldt dan uiteraard ook voor de bewolking. Maar eerst de details voor vanavond. Rond 10 voor 8 gaat de zon onder. Tot dat moment schijnt de zon volop. De wind neemt af. Schitterende omstandigheden voor een ballonvaart, want het is ook behoorlijk helder. Temperaturen halverwege de avond een graad of 20. In de nacht wordt het dan toch wat neveliger. Lokaal kan ook een mistbank ontstaan. En vanuit het zuiden komen er wat wolkenvelden opzetten. Temperaturen 13 tot 15 graden. Blijft nog wel overal droog. Morgen overdag kan ik dat niet garanderen. Vooral boven de zuidelijke provincies is er een enkele bui mogelijk. Dat kan dan ook een stevige zuin met een klap onweer. In de noordelijke helft van het land blijft het vrij zonnig en de temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag zo'n 24 tot 26 graden. Schitterend weer dus, geldt eigenlijk in grote lijnen ook voor vrijdag, ook dan weer hoge temperaturen en weinig wind, maar de bewolking neemt wel verder toe. De zon die houdt in de noordelijke helft van het land de overhand, maar ook daar verschijnen wolken aan de hemel. En in het midden en zuiden moeten we vaker de paraplu gebruiken, opnieuw is er ook een klap onweer mogelijk. Zaterdag ligt die vochtige lucht dan boven het hele land, dan is overal wisselend bewolkt. Af en toe zon en kans op buien met onweer. Maar droge weer lijkt ook zaterdag te overheersen. 22 tot 25 graden. Zondag draait de wind naar het noordwesten. En vanuit het noordwesten komt er dan drogere lucht. De wolken en buien trekken langzaam weg. Maar de temperatuur gaat ook naar beneden. Zondag wordt het nog zo'n 18 tot 20 graden. Als we naar de langere termijn kijken, dan zien we die daling van de temperatuur duidelijk terug. Vanaf zaterdag begint dat. En uh, nou, vanaf maandag hebben we dan een stabiele temperatuur tussen de 15 en de 20 graden. Daarbij wordt het nog steeds niet ronduit wisselvallig. Op een enkele dag een paar buien, maar ook geregeld zon en niet te veel wind. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.